Welkom in deze nieuwe video van Botstar. Zoals je kan zien, ik ben net wakker. Dus ik zit er een beetje belabberd uit. En ik ga me nu aankleden en naar beneden gaan. En zien wat we gaan doen en wat we gaan eten. Want ik weet eigenlijk gewoon niet wat we gaan doen en wat we gaan eten. Maar ik doe gewoon wat nu. Dus, is het zes bij je dan? Veel zinzeker, denk ik. Maar niet veel beter. Ik heb het al snel verbeterd. Dan ben ik mijn boete net al eerlijk gezegd. Wat heb gisteren een vragenpost gekregen? Ja, en dat was? Even het eens opzoeken, want het was gisteren, dus kan ik het niet weten meer. Maar ik heb hem wel zelf beantwoord. Maar ik wil het in mijn even niet beantwoord. Dus dacht ik, zal mensen ja, vraag ook nog. Dus ze vroeg, hoi Postar, hebben jullie geen auto? Vind je dat dit moeilijk? En gaat dat goed met Enzo? Maar ja, Enzo, dat maakt niet. Maar hebben jullie... Dus dat is de vraag eigenlijk. Oh. Nee, we hebben geen auto. We zijn ofwel gaan met de voet, ofwel met de fiets, maar dan zelf wel weer stemmen. Ofwel met het openbaar vervoer. Vind je dat niet moeilijk? Dat is ik. Ah, soms wel, soms niet. Als het echt enorm slecht weer is, met dat op de bus was, is dat ook niet ideaal natuurlijk. En het is natuurlijk een auto wel beter zijn, maar ja, we hebben bij ons rijbewijs niet, dus dat is wel moeilijk, ja. Die vraag kwam van Kaat. Dat is een hele goede vraag. Kaat zal weten wie dat is, die mij gestuurd heeft, dus ik vind het wel leuk. Zo'n vragen zijn en dan los je dat op in de video natuurlijk. Dat is wel een goede vraag natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, ik mag geen auto wegens dat ik dus autisme heb en ik mag dus geen rijbewijs halen. Ik mag zelfs geen bloed geven. Dus dat is echt verschrikkelijk. Eigenlijk op zich. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje het probleem. Dat er is. We hebben met heel haar een lijst mee. Dat moeten we allemaal hebben. Het valt nog mee. En ze heeft ook nog kip. Moet er nog groente bij uw kip? Hebben we geen groente meer staan? Ja, zeker. Denk ja, nog echt een ding met wortel. Als er nog goed is. Of welke. Je moet er ook zeker. Doe maar goed zijn. Ik wil mijn ontbijt nu elke dag, hé, wat medicamenten ja, pakken. Ja, dat is. Wille smaak, maar zelf. Deze flesje moet dus binnen. Als de eerste keer de camera zo zuiver dat doet. Maar ja, aan de tas te zien kan het alleen maar een happy dag worden, hè. Ja, het is de laatste dat je er was, alleen van deze bedoel ik. Dus, dat is nog tassen natuurlijk, maar. Dan nam ik een. En voor iedereen die vandaag naar de video kijkt, is voor ons valt hij in de vlog. Dus een fijne Valentijn. Wij zelf vieren Valentijn eigenlijk niet. Maar ja, we gaan het gewoon leuk maken, gelijk altijd. Hè. We kan elke dag graag zien. Hè. Dat zal mijn vriendschap zijn, dan liefde, want liefde, ja. Wat, dat is zo, hè, ja. Je moet elkaar elke dag even graag zien, ook op... Ja, dat is waar. Niet alleen op Valentijn, vind ik. Dus daarmee is dat eigenlijk de queen van de dag. Dag Muffin, alles goed? Je hebt al lekker gegeten, zie ik. Ik heb heel lekker gegeten. Ja, en jij daar? Met onze hoe is het hier? Ook goed. Ik heb gevraagd voor de radio op de televisie aan te zetten. De madame. En je bent nog een beetje moe, zin. Ik ga nog wel slapen. Maar ik ben wel blij dat ik in de vlog mag. De poes is ondertussen al terug naar boven, denk ik. Dus die komt niet in de vlog. En ik ga nu boodschappen doen. Volgens mij ga ik naar de Noordpool, maar ik ga naar de Noordpool. Dus kijken of de kou droog is. Die heeft gisteren hard versus vuur. Voor mensen die niet weten wat ik bedoel, die kunnen eens kijken naar de vlog van gisteren. Hij is al droog. Dus, want daar komt alles in van hoe het eigenlijk gebeurt allemaal. Gisteren was het echt super slecht weer, vandaag is het beter weer, hoop ik. Dat was een emmer, die valt niet speciaal. Het is droog. En als het droog is, dan is de mens blij. Dus ik ga nu naar de winkel.
Dus ik heb stiekem mama een cadeautje gekocht. Voor Valentijn. Ja, eigenlijk stiekem zei ik, ik vier het niet, maar ja, ik doe toch altijd een cadeautje, want uiteindelijk. Het was toch leuk als je het krijgt op Valentijn, want je leest op Facebook. Het is Valentijn, vallen Valentijn. En dat wil je toch graag iets krijgen, dus mee heb ik dat dan gedaan. En nu gaan we naar de dierenwinkel, we noemen het ook de Bourbon, we noemen het eigenlijk alles. Dus we gaan er nu heen en we gaan daar eens kijken voor de konijnen. Zo hebben ze niet nodig, maar wel snoepjes. En die zijn op, namelijk. Dus we gaan daar eens kijken of we daar iets kunnen vinden. Dus ik hoor je niet mee, ga ik naar heel deze winkel, want ja, het is allemaal hetzelfde. Maar dat is ook onze dag, we gaan elke dag naar de winkel, dus ja, ik wil niks aan het veranderen, hè. Ik moet elke dag veranderen. Dus we filmen hoe dat is, hè. Het zijn mooie bloemen, dus oma zo hier. Uren, kijk eens aan de bloemetjes. Bij ons komen ook al bloemetjes in de tuin. Dat is echt heel mooie bloemetjes, we gaan hier naar binnen. Zo. Dat is dat. Ik altijd, hè. Naar alles wat er staat. Zo voor kipjes en kip. Kot zie je, een kipkot. Zie ik eigenlijk. Er is ook verschillen ervan. Dat zie ik net. We moeten zien dat de batterij niet neervalt. En dan kijken we onze snuffel. Wat we kunnen kopen. Dat is 4 euro, is 3 euro. Dat is al bij 4 euro, dat is al verkeerd waarschijnlijk. Dit hebben we ook nog zoiets. Dan kunnen ze in. Ik denk dat ze ook kunnen opeten, denk ik. De bedoeling is op te eten. Een gezonde knaagsnack op basis van natuurlijk. Dan kunnen ze tussen en ze willen opeten. Dat is wel wat groot, hè. Gewoon zo snuffel. Dus ze hebben echt heel veel dingen. Ik ben even kijken. Nee, maar goed. Even kijken, weet je het al? Jij nog niet. Alsjeblieft. Zo een beetje vallend. Tijn, hè. Ik heb misschien. En je moet het niet eens inpakken, wat wil je nog meer? Ja, dat is waar eigenlijk. Zo mooi ingepakt al. Wacht, we gaan het eerst een dus gemaakt. Nu mag je dat openmaken. Oh. Het is namelijk, ja, we moeten er ook denken aan onze voer. Vinden dat dingen, hè? Dus meer. Moet even zo doen. Dus je komt er niet in. Het open krijgen is al een cadeau op zich. Ik heb dat best met een schaartje. Ik heb een schaartje. Nee, maar dat gaat ook niet. Het is goed in elkaar gesproken. Heel speciale manier in je pakje. Ja. Wie zit dat gedaan aan me? Ik ga pieken en al hoor. We gaan eens. Okay. Die zoekt die bent, hè. Hé, hey, wat zijn het? Is hij er als moon? En het is dit. En lust je dat graag? Ah ja. Het papier is nog gebruiken. Ik doe het anders gelukkig te maken. Valentijn. Ja, en die witte papier. Kom. Voor mij natuurlijk. Hè? Ja, dat is waar. En voor Enzo. Ja. Ook voor kanijnen, poes. Voor Enzo in ieder geval. Dus laat je smaken zo zeggen. Ja. Die ziet er zo uit, namelijk. Die heb ik hier net gekregen in de winkel. Ik ga die waarschijnlijk planten. Ja, dus, dat zit er echt zo in. De kaart staat dat het tot min 2 kan, dus dat is goed, hè. En hij mag maar 22 graden, dus het is te warm. Experiment. Het is de bedoeling dat ze de wortels samen gaan opeten. Er gebeurt nog niet zoveel. Ze zijn wel gewend. Kijk eens, wortel. Kijk, als ze dat moeten doen, dan doen ze dat niet anders. Op het internet stond dat ze dat kunnen, dus ja, ik wil dat ook doen. Komt er nog wat van je huis, dames? Stupid, hè? Ik heb hier nog 1 konijn over ondertussen. Ja, ziet ze hier zitten. En zelfs zij doet het niet. Het is geen worteldag vandaag per se. Blijkbaar. Er staat in een kooi daar. Zie je ze zitten? Yep. Deze is natuurlijk een vlogger queen. Denkt van, ik ben in de vlog, dus ik blijf zitten. Maar er is iemand die daar gaat uitklimmen.
Het is niet, het is geen worteldag, maar als je vergist. Het is vandaag geen wortel. Of Valentijn eet we geen wortels, denken ze. Was het een andere ding dan diner vandaag? Nee, dat weet ik niet. Daar moet ik me niet mee hebben. Hm? Hey, jongens. Tja, zal dat zijn? Ja. Geen zin, dat is geen zin, ja. Ik ben ook al niet zeker. Hoi, hoi. Hm? Ze komen aan de vlog. Hm? Abonneren. Wij gaan nu eten maken. En we gaan ook nog. Ga jij ook nog eten? Nou, misschien de rest op. En dan zien we elkaar morgen weer terug. Morgen gaan we denk ik een Puma spelletje spelen. En ik ga ook nog een spelletje spelen dat ik heel vaak in iemand anders zijn vlog heb gezien. En dat ik daar ook eens proberen wat dat leuk is. Dus die ga ik binnenkort bestellen en dan komt dat zeker vast goed. Wij gaan ook nog een nieuwe rubriek in onze vlog doen. Dat hebben we juist besproken met mama. En misschien kan mama het vertellen wat we gaan doen. Gaan we die bruin of wat? Ja. Want het idee was om vanaf nu, als er mensen of fans van ons vragen hebben, dan mogen die elke dag gesteld worden. En dan gaan we er zeker op antwoorden. Ja, dat zijn we van plan. Dus als je dus lijkaat een vraag hebt en je zegt van ja, ik heb hem niet kunnen stellen in de vorige video's. Dus we gaan dus elke dag eens één vraag van een fan stellen en dat komt dan in de video, dat is onze bedoeling. En zo krijg je ook een beetje een shout-out, want je naam komt sowieso in de video. Ja, achternaam niet, je voornaam wel, omdat ja, anders kan iedereen opzoeken en dan is ook niet de bedoeling natuurlijk. En we gaan nog eventjes snuffel in de video laten, dan gaan we echt afsluiten. Hoe zit het hier? Dit is graag in haar kooitje. Hij is graag in je kooitje om dat te genieten.
wat er gaat komen. En ze heeft ook zo een naam. Dit heeft ze gekregen vandaag. Deze, dat zijn wat bloemetjes smaak. Is dat? Er zit er trouwens ook zo in, maar dan zonder bloemetjes. En daar gaat ze van genieten, hè, Snuffel? Ja, hè?